De 2019-editie van de Anitri Signe Prisiri heeft vanmorgen plaatsgevonden op de Rietveldschool. Mijn verlosser leef, zongen de leerlingen van de W. Rietveldschool van de Stichting der Evangelische Broedergemeenschap EBGS. De Anitri Signe Prisiri is georganiseerd door de Stichting EBGS, omdat men de kinderen de echte Anitri-liederen weer wil leren. Anitri is de volksnaam voor de Evangelische Broedergemeente. Volgens Albertine Josefzoon, coördinator godsdienstonderwijs van de Stichting Onderwijs EBGS, wil de EBG met deze activiteit kinderen weer bekendmaken met de oude Anitri Singes. EBG-scholen stonden namelijk bekend als zingende scholen. En dat zingen is in de loop der jaren gaan verwateren. De Anitri Singe wordt gedurende 3 periodes uitgevoerd. Tijdens en rond kerst, de lijdenstijd en voor aanvang van de hernuttermaand in augustus. Op alle EBG-scholen landelijk is deze activiteit vandaag georganiseerd. We brengen u enkele fragmenten van de Anitri Signe Prisiri op de Rietveldschool. Dat waren dus enkele indrukken van de Anitri Signe Prisiri vandaag gehouden op de Rietveldschool van de Evangelische Broedergemeente. Trouwens, het verslag komt van Nancy Muntje. Muntslag.